Hij heeft corona. Heel veel, ik geloof 12 mensen, topmensen uit de Republikeinse Partij hebben corona. Wat betekent dit voor het verloop van de campagne en voor zijn kansen? Nou ja, daarom doet hij dit ook. Want die campagne gaat natuurlijk gewoon door. Want wat ik net zeg, de tijd tikt voor hem ook door. Hij staat achter, dus hij moet. En hij heeft geen traditionele media nodig om zijn kiezers te bereiken. Dat doet hij gewoon rechtstreeks via Twitter. Alles wat hij op Twitter plaatst, wordt ook door die traditionele media wel weer overgenomen. Hè? Want er wordt ook gezegd van ja, moet dat nou die foto en dat rietje in die auto? Maar het is op CNN geloof ik 300.000 keer uitgezonden. Dus mensen nemen dat ook over. Dus hij weet als geen ander de media te bespelen. En hij denkt van ja, ik zit dan misschien wel in het ziekenhuis. Dat is jammer. Maar die campagne van mij die gaat gewoon door. En dat is dit. Zou het dan ook een beetje gunstig kunnen uitpakken voor Trump, dit hele corona-verhaal? Ja, het zou kunnen, maar wat Leila ook net zegt, er zijn heel weinig kiezers die nog twijfelen. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar het past natuurlijk wel goed in zijn verhaal. Ik heb helaas heb ik ook die ziekte gehad, net als heel veel Amerikanen. Maar kijk eens hoe snel ik er weer bovenop ben. Dus het kan hem helpen, maar... Nou ja, en dat hangt er ook maar vanaf hoe dat ziektebeeld gaat verlopen. Of hij nog zieker wordt of niet. Er zijn zoveel onzekere factoren. Maar wat Raymond terecht zegt, kijk, hij komt het ziekenhuis uit om 6:30. Primetime, dan heb je alle nieuwsjournaals. Wij hebben het hier ook weer over vanavond. Terwijl we het ook kunnen hebben over hoe het leven er in dit moment voor Amerikanen toe gaat. En dat is niet best. Dus wij spelen dit spelletje ook maar de hele tijd mee. Misschien moeten we daar ook gewoon een keer mee ophouden. Ja, vind je dat het te veel is? Ja, jij bent net een paar weken in Amerika geweest. Je hebt rondgereisd. Nou, ik vind dat we het veel te veel hebben over de president en wat hij doet. Continu de hele tijd. Dat is ook precies wat de president wil. Ja. En vervolgens vinden we er van alles van. En daar hebben we het dan de hele tijd over. Terwijl je het ook zou kunnen hebben over de inhoud van de verkiezingsprogramma's. Hebben ze het zelf ook niet over. Dus die is een beetje lastig. Dat geef ik eerlijk toe. Maar over... de president krijgt een hele fantastische behandeling. Maar hoe zit het met al die Amerikanen die die behandeling niet krijgen? Ik ben inderdaad daar net geweest. En ik ben letterlijk echt alleen maar van voedselbank naar huisuitzetting. Van voedselbank naar huisuitzetting geweest. Ja. Heel veel Amerikanen hebben het gewoon heel moeilijk op dit moment. Kan je het ook niet elke dag over aan je praattafel over hebben. Maar vergeet niet dat 40% van de Amerikanen überhaupt niet kiest. He, wij doen alsof het een groot democratisch feest is, alsof Amerika helemaal op zijn kop staat. Dat is dus helemaal niet zo voor heel veel Amerikanen. En heel veel Amerikanen zijn ook gewoon bezig met lijf en leden. Kunnen mijn kinderen naar school? Heb ik een medicijn? Heb ik nog ziektekostenverzekering? Dus ik vind dat wij het daar... Ja, ik bedoel, het is ook mijn eigen brood voor een deel. Maar je kan het daar op heel veel verschillende manieren over hebben. Het is ook niet alsof je heel veel keuze hebt. Hè? Want er zitten hier twee partijleiders in de studio en we hebben er nog 20, maar je hebt er daar maar 2. Dus als je twijfelt over Trump, en we hebben allemaal dat debat gezien, het ging hard tegen hard, maar daar was hij ontzettend energiek, bracht hij continu zijn punten naar voren, en er stond iemand tegenover hem die zowaar nog ouder is, die soms niet zo goed uit zijn woorden kwam, en dan had hij, waar Joe Biden heeft er een handje van zeggen, punt 1, en dan gaat hij naar punt 4, waarop Trump zei, volgens mij ben je bij punt 2, Joe, even opletten. Trump was een stuk scherper daar, dus je hebt ook maar één andere keuze om naar uit te wijken. Dus, even zitten.